DFV Europe heeft deze week een groot project opgeleverd in het Deense Ringsted. In die stad is een crematorium gerealiseerd met maar liefst 5 ovens. DFV Europe heeft deze ovens met filterinstallaties gebouwd. Het gaat om 5 DFV 6000 crematieovens die naast elkaar staan en samen een enorme crematiecapaciteit hebben. In Nederland kennen we nog geen crematorium dat over zoveel crematieovens beschikt. In Nederland hebben we niet dit soort installaties in deze omvang, laat ik het zo stellen. Wel installaties allemaal separaat. We zien hier achter ons zien we dus 5 ovens op een rij staan. Met ook weer in de kelder 5 installaties neergezet. Maar in Nederland hebben we niet deze grote omvang. Het zijn grote werken. We zijn hier ook een jaar nu aan het werk geweest en we zijn nu aan het opleveren. In het crematorium in Ringsted worden nagenoeg alleen technische crematies uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er geen uitvaartplechtigheden worden gehouden in het crematorium. De kisten worden in 2 grote koelingen geplaatst die voor een deel van glas zijn gemaakt. De deden vinden belangrijk dat alles open en transparant is. Men wil niets verbergen voor de buitenwereld. We have been a builder in Copenhagen as well, and there we started to have a cooling facilities like this. So that's not the first time we do it in Denmark, but maybe for you it's not normal that we have windows and open facilities like this, but this is what we want with the house. We want an open house. We want the families to come here. They can look what we are doing. We are not afraid of showing what we are doing. We are a little bit proud of what we are doing and how we do it. Alles in het crematorium is door een Deense architect helemaal in design ontworpen. Dat is niet alleen zichtbaar in de koeling, maar zeker ook bij de ovens die met speciale platen zijn afgewerkt, waardoor de ovens een geheel vormen met de rest van het crematorium. Een ander bijzonder aspect is dat alle warmte uit de ovens wordt hergebruikt voor de gemeentelijke stadsverwarming. Wat we hier in Denemarken doen is dus we geven alle warmte terug naar de stadsverwarming. En dan bij de stadsverwarming die gebruikt het voor de bereiding van voor de huishoudens, van warm water, voor scholen, voor gymzalen, voor ziekenhuizen, voor you name it. Waar ze het voor kunnen gebruiken. Dat was voor ons in het begin best wel een moeilijkheid. Van hoe groot en hoe dik moeten we de leidingen kiezen om die warmte te kunnen transporteren. Je ziet op een gegeven moment in niet één crematieproces is gelijk. Je moet van hele kleine personen tot hele grote personen worden eraan geboden. En in die range moet je toch wel allemaal je warmte dumpen. En dan met 5 toestellen tegelijk. Regelmatig komt het hier voor dat we toch een gelijkloop hebben in de crematies. En dat we dan een enorme hoeveelheid warmte moeten kunnen vertransporteren. En dat is ons allemaal gelukt. Ja. Binnenkort ziet u hier op uitvaartbranche.nl nog veel meer over de techniek die DFW Europe heeft toegepast in het crematorium in Ringsted. En installaties die DFW Europe heeft gerealiseerd in onder andere België en Engeland.